Nieuw-Zeggens, ja, voor de fans van FC Groningen die jou niet kennen. Ik zou zeggen, stel je eens voor, waar kom je vandaan en waar heb je allemaal gespeeld? Ja, ik ben Nieuw-Zeggens. Ik ben spits van FC Groningen onder 15 en ik kom uit Winschoten. En ik heb vorige jaren bij Groningen onder 13, onder 14, onder 12 gespeeld. En daarvoor bij VV Heiligelee. Dus je bent een echte Groninger, zoals ze dat zeggen? Ja. Kun je dan ook in Gronings praten of moet je echt het Nederlands doen? Nou, ik kan wel een beetje Gronings praten. Dat is altijd leuk als een Groninger bij FC Groningen speelt die ook Gronings kan praten, toch? Ja, het is zo mooi, ja. Je speelt dit jaar bij FC Groningen onder 15 met Bote Talsma. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, het gaat wel goed. We hebben 3 wedstrijden gespeeld, 3 keer gewonnen. En ja, resultaat zijn wel goed. Veel doelpunten. Dat moet eigenlijk ook wel in deze competitie. En ja, wat wij graag willen, dat laten we ook wel zien. Soms wat minder en dan zegt de coach het wel. Maar het gaat over het algemeen wel goed. Ja, maar eigenlijk spelen jullie op een veel te laag niveau, denk ik. Ja, we spelen tweede of derde divisie, ik weet niet precies. Tweede divisie? Ja, dat is wel een beetje te laag voor ons. Dus we doen ons best dit jaar om te promoveren. Ja, dat is voor de ontwikkeling van jullie ook beter, denk ik. Hoe hoger niveau je speelt, hoe hoger jullie af en toe, hoe sneller jullie je ontwikkelen. Ja, voor ons moet het eigenlijk een uitdaging zijn. En hier word je eigenlijk ook wel op andere manieren uitgedaagd. Zoals meer scoren, ander spel spelen met andere tegenstanders. Vandaag scoor je 4 keer. Heb je vaker 4 keer in een wedstrijd gescoord? Ja, wel een paar keer. Niet zo vaak. Niet zo vaak. Ja, maar dat gebeurt toch niet zo vaak, denk ik, 4 keer in een wedstrijd scoren? Nee, het is wel best wel bijzonder. Er gebeurt niet zoveel met voetbal. En een loopzuiver hat-trick ook in de tweede helft, zoals ze dat zo mooi zeggen, hè? Ja, het was wel lekker dat je 3 keer kan scoren in de helft. Hoe kijk je terug op de wedstrijd van jullie dan? Nou, eerste helft was minder. We zouden compact gaan voetballen, bal naar een kant dwingen en daar uiteindelijk veroveren. Alleen, dat ging eerst zelf niet zo goed. En de trainer ging in de rust ook wel vertellen wat we anders konden doen. En dat hebben we in de tweede helft wel verbeterd. Dus de tweede helft eigenlijk wel tevreden over het voetbal. Had je zelf ook het gevoel in de eerste helft van het gaat niet lekker? Ja, het is natuurlijk, het kan het altijd wel beter. Maar het was matig voetbal. En het kon wel altijd beter, ja. En de tweede helft ging het dan een stuk beter. Ook door een aantal omzettingen en een aantal wisselingen, hè? Ja, de wissels waren wel goed. Ze deden goed hun best. Ze zorgde voor extra strijd en dat is altijd wel lekker als je er dan in staat. Dat je dan extra hulp krijgt van verskracht. FC Groningen onder 15 gaat dit jaar voor het kampioenschap, denk ik. Ja, zeker. Daar gaan we voor. Dan wens ik heel veel succes. Dankjewel.